We hebben gezien wat het experiment van Young inhoudt. Het experiment van Young toont aan dat licht een golfkarakter heeft en dat er dat licht golven elkaar kunnen uitdoven of kunnen versterken. In deze webles gaan we kijken of we er ook aan kunnen gaan rekenen. En dat kan natuurlijk, want anders zouden we dit niet doen. En om het een beetje simpeler te houden, gaan we niet kijken naar een plaatje met twee spleten. Maar we gaan kijken naar een plaatje met een heleboel spleten. En zo'n plaatje heet dan een tralie. En die spleten zitten enorm dicht op elkaar. Honderden tot soms al duizenden spleten per millimeter. En elk van die spleten gaat zich dan gedragen als een lichtbron, een puntbron van licht. Dat tralie kun je van achteren belichten met een laserbundel. En je krijgt dan dus tientallen, honderden coherente lichtbronnen. Die gaan allemaal aan de rechterkant hier cirkelvormige golfjes maken. En die golfjes kunnen elkaar uitdoven of die kunnen elkaar gaan versterken. Bij zo'n tralie, als je daar een scherm achter zet, dan zie je ook zo'n patroon ontstaan van lichte en donkere gebiedjes. En je ziet zelfs nog, als je zeker eens vergelijkt met het plaatje van de twee spleetjes, dat vergeleken met dit plaatje, het plaatje van de tralie, eigenlijk nog veel scherpere buiken laat zien. En de knoopgebieden zijn daar een stuk groter. We gaan eens kijken of we kunnen achterhalen wanneer we te maken hebben met een buik en wanneer we te maken hebben met een knoop op het scherm. Nou, dan moeten we eerst eventjes het tralie wat vergroot gaan bekijken. Het tralie wat hier als wit plaatje is getekend, is hier vergroot weergegeven. En dan zie je dus die gaatjes, de spleetjes om de zoveelste millimeter. Eén definitie, de afstand tussen twee spleten noemen we tralieconstante. Kleine letter d heeft natuurlijk als eenheid de meter. Achter de tralie kun je dan, in het plaatje is het ook weergegeven, een aantal buiklijnen weergeven. En waar zo'n buiklijn dan op het scherm komt, dan zie je natuurlijk ook een heldere punt, een helder licht. De buiklijn recht voor de tralie noemen we de nulde orde buiklijn. En dan heb je erboven en eronder de eerste, de tweede, de derde, etc. Afhankelijk van welke tralieconstante je hebt gekozen en afhankelijk van de golflengte van het licht, kun je daar heel veel of heel weinig buiken laten ontstaan. Goed, wij gaan even in detail kijken. Want wanneer krijg je nou dat die golven elkaar gaan versterken? Eigenlijk weten we dat al. Want dat hebben we vorig jaar al bekeken toen we interferentie met geluid en met watergolven bekeken. Die golven kunnen elkaar versterken als ze in fase aankomen bij het scherm. We zagen dat recht voor het tralie er een nulde orde buik is, een heldere punt. Dat is ook vrij logisch, want de afstand van elk van deze gaatjes tot dat nulde orde gebied is natuurlijk even groot. Elke lichtstraal loopt dan gewoon even weinig aan elkaar en ze vallen allemaal na precies dezelfde tijd vallen ze op het scherm. Dus ze komen in fase aan en van elk van die puntjes, van al die honderden puntjes, de lichtgolf die van elk van die puntjes gegenereerd wordt, komt dus op hetzelfde moment aan en ze gaan elkaar allemaal versterken en krijgt daar een buik. Nu gaan ze elkaar ook versterken wanneer ze niet precies op hetzelfde moment aankomen, maar wanneer de ene precies één trillingstijd later of eerder aankomt. Dan komen ze ook in fase aan. En wanneer gebeurt dat nou? Dat gebeurt wanneer deze afstand, want deze afstand is niets anders dan de afstand die deze lichtstraal extra moet afleggen vergeleken met de bovenste lichtstraal, dat deze afstand één golflengte is, of twee golflengtes, of drie of vier, oftewel n keer een golflengte is. Als deze afstand n keer een golflengte is, dan komt die toch nog in fase aan met de lichtstraal erboven. En als dat voor deze twee lichtstralen geldt, dan geldt dat natuurlijk ook voor een lichtstraal die hieronder loopt, vergeleken met de lichtstraal die dan weer net erboven zit. Dus als deze afstand bijvoorbeeld precies 1 lambda is, dan geldt voor elke lichtstraal dat als hij naar de lichtstraal boven zich kijkt, dat die lichtstraal er 1 golflengte minder over doet. En als je naar beneden kijkt, dat die lichtstraal beneden hem er 1 golflengte langer over doet. Maar je komt dus altijd wel in fase aan. Dus je krijgt een versterking. Dus je krijgt een buik wanneer
deze zijde één golflengte is of twee of een geheel getal maal de golflengte. Als we nu goed gaan kijken, dan kunnen we hier een driehoek construeren. In die driehoek kun je dan een hoek aangeven met alfa. Deze hoek alfa is natuurlijk precies even groot als deze hoek alfa. Dat is dan de hoek tussen de horizontaal en de lichtstraal. En omdat we ook deze afstand hebben gedefinieerd, eigenlijk de schuine zijde van onze driehoek, die hebben we d genoemd, kunnen we deze onderste afstand uitdrukken in d en alfa. Want dit is niets anders dan de overliggende zijde in deze driehoek. Hier zit de rechterhoek, dit is de schuine zijde, dit is de overliggende zijde. En die overliggende zijde, daar kun je dus met de sinus kun je dat beschrijven. En als je het een klein beetje omschrijft, krijg je de formule dat de sinus van alfa gelijk moet zijn aan de overliggende zijde n keer golflengte delen door de schuine zijde, de tralieconstante. Als dit geldt, dan hebben we te maken met een buik. Dus we kunnen met deze formule uitrekenen onder welke hoek met de horizontale as je een buik kunt verwachten. Je kunt die hoek alfa uitrekenen. En die buik kun je natuurlijk verwachten als je voor n 0 invult. Want dan komt ook hoek alfa komt dan ook 0 uit. En de sinus van 0 is 0. Dus dan krijg je de nulde orde buiklijn. En die ligt dus altijd recht voor het tralie. En als je 1 invult, dan kom je uiteindelijk op deze uit. De eerste orde buik. Nou, die zit natuurlijk hieronder. Maar die hoek kun je ook hierboven tekenen. Vul je NS2 in, kom je op de tweede orde, et cetera. Dus met deze formule, deze vrij simpele formule, kun je dat uitrekenen. De formule staat in de BINAS. En er zit verder eigenlijk geen addertje onder het gras. Nou, dan zeg ik dan wel, er zit één klein addertje onder het gras. En dat is namelijk dat je vaak niet zozeer geïnteresseerd bent in de hoek waaronder de lichtstralen moeten lopen, willen ze elkaar hier gaan versterken. Maar dat je wil weten hoe groot is deze afstand. De afstand tussen die buik, de zoveelste orde buik, en de nulde orde. Die dus precies in het midden zit altijd. En die afstand noemen we hier i. En die hangt af van twee dingen. Namelijk van x, de afstand tussen het tralie en het scherm. En die hangt af van die hoek alfa. Als dit de hoek alfa is en we hebben hier een driehoek. En x is de aanliggende zijde en y is de overstaande zijde. Dan kun je dus met, zoals Castoa, in dit geval met de tangens, kun je die drie weer in elkaar uitdrukken. Dan is de tangens van de hoek alfa gelijk aan y gedeeld door x. En daarmee kun je dus die y uitrekenen. Dus we hebben twee formules die we gebruiken. We hebben sinus alfa is gelijk aan n keer de golflengte delen door de tralieconstante. En de tangens van diezelfde hoek alfa is gelijk aan i, de afstand tot de nulde orde, delen door x. En x is dan de afstand tussen tralie en scherm. Omdat het effect van die buiken bij een tralie nog duidelijker op het scherm te krijgen, maken ze vaak gebruik van een positieve lens. Wat je dan moet zorgen natuurlijk, is dat je die lens op zo'n afstand van het scherm zet, dat de brandpuntsafstand van die lens precies gelijk is aan x. Als je dat doet, dan maakt die lens van een evenwijdige bundel licht. En dat zijn dan al die lichtstralen die dan precies één of meerdere golflengten van elkaar verschillen. Dat is een evenwijdige bundel licht. Die bundelt die dan mooi in één brandpunt. In die gevallen, als je zo'n sommetje doet, dan is dus die x in die formule is ook gelijk aan de brandpuntsafstand van die lens. Goed, we zijn er bijna. We gaan nog even kijken naar wat nu als ik niet een monochromatische bundel hierop laat vallen, maar wit licht. He, dus tot nu toe ben ik ervan uitgegaan dat hier gewoon maar precies één kleur licht opvalt. In dit geval is dat rood. Dan heb je ook maar één golflengte en je krijgt dus een scherpe buikjes van al die allemaal dezelfde kleur hebben, namelijk rood. Wat nu als ik hier een witte lamp voorzet? Dat is het laatste plaatje wat ik met jullie wil bekijken. Hetzelfde tralie, hier komt wit licht aan. Nou ja, wit bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende kleuren.
Ik heb aangegeven hier in het plaatje de twee uiterste kleuren die je nog net met het blote oog kunt zien. Dat is diep rood en diep violet. Bijna infrarood, bijna ultraviolet. Wat gebeurt er met die twee uiterste lichtstralen? We gaan deze formule gebruiken. Van sinus alpha is n keer de golflengte delen door de tralieconstante. Als je in de BINAS tabel 19 kijkt, zul je zien dat rood licht een grotere golflengte heeft dan violet licht. Als je dan naar deze formule kijkt, als je rood vergelijkt met violet, is bij rood dit getalletje dus groter dan bij violet, die golflengte, die lambda. Als dit groter is, dan is die hele breuk groter, want de tralieconstante hangt niet af van het licht wat je erop laat vallen. Als die breuk groter is, dan is de sinus, dat getalletje, ook groter. En als je dan de hoek gaat uitrekenen, dan krijg je dus ook een grotere hoek. Dus bij de situatie dat je wit licht laat vallen op een tralie, zal het rode licht van het wit licht onder een grotere hoek eruit komen om een buik te maken dan het violette licht. En dat is hier weergegeven. Dit is de eerste orde violette bundel. En die er net boven loopt is de eerste orde rode bundel. Hier krijg je de buik van het violet. En daarboven krijg je de buik van het rode licht. Daartussen komen alle andere kleurtjes, geel, groen, blauw, etc. Dus je krijgt hier een heel mooi spectrum. Je krijgt hier een opeenvolging van al die kleuren. En onthoud daarbij dat het violet licht altijd dichter bij de nulde orde ligt, bij het middenlicht, dan het rode licht. Dit is de eerste orde. De tweede orde, daar zie je al, die is wat groter. Die is bijna zo groot dat die hier gaat overlappen. Ze raken hier aan elkaar. Want waar de tweede orde van het rode licht komt, daar, in deze situatie, valt ongeveer ook een derde orde van het violette licht al. Zou je hier nou die vierde orde ook tekenen, is de kans groot dat het violet van die vierde orde hier ergens ligt in het rode gebied van de derde orde. Dus ze kunnen elkaar best overlappen. Met een tralie kun je dus hele mooie spectra maken. En bij al die spectra zul je zien dat het rode licht altijd aan de buitenkant ligt en het violette licht aan de binnenkant.